Doe Jan, we kennen jou als een bijzonder gedreven mens. Heeft dat altijd in je gezeten, ook als kleine jongen al? Ja, ik denk eigenlijk wel. Ik denk dat ik altijd wel die gedrevenheid heb gehad. Dat felle, dat gedrevene. Ergens voor gaan. Ik denk dat ik dat vanaf kinds af aan wel heb gehad. Is dat met de paplepel ingegeven? Kortom, waren je ouders ook al zo? Nou, mijn vader denk ik wel wat minder. Mijn vader was een denker. Maar mijn moeder was een heel gedreven vrouw, ook met vol passie in de dingen die ze deed. Dat zie je ook wel een beetje aan mijn broers en zussen. Het is niet allemaal met dezelfde passie en gedrevenheid dan dat ik bezit. Maar ja, het zit wel een beetje in de familie. Was sport al snel een passie voor jou? Ja. Ja, ik denk dat ik kan mij niet anders herinneren dat ik altijd heb gevoetbald. Het zal zeker niet op 4-jarige leeftijd zijn geweest bij een club. Maar ik weet dat ik al heel jong in de voetballerij zat. En dat ik eigenlijk altijd buiten was. Altijd aan het voetballen, altijd aan het spelen was. Dus ik denk dat sport al heel jong een onderdeel van mijn leven was. En ook al redelijk snel het besluit genomen of de wens uitgesproken om in die sport je boterham te verdienen. Op wat voor manier dan ook? Ja, natuurlijk. Kijk, als jonge jongen hoop je dat je betaald voetballen gaat halen. En ik heb het mogen kiezen, maar ik heb het niet gehaald. Maar ik heb wel altijd afgesproken dat ik als sportleraar of als trainer aan de slag wilde gaan. Dus ik heb zeker vanaf jongs af aan altijd gekozen voor de sport. Maar je was simpelweg niet goed genoeg om als voetballer die top te halen? Ja, nee, niet goed genoeg. Het heeft natuurlijk ook mee te maken waar je zit. Ik ging op jonge leeftijd naar Heerenveen. Daar heb ik mijn Heerenveen proberen aan te haken met het eerste elftal. Heerenveen speelde toen nog niet op het hoogste niveau. Was nog lang niet zo professioneel als nu. Nou, ik kwam op Sios terecht. Ik speelde bij Heerenveen. Dan heb je niet geduld. Je bent jong, je bent te gehaast. Dan ben ik snel naar de amateurs gegaan. Dan ben ik eigenlijk heel snel trainer geworden. Op zeer jonge leeftijd. Je zei het op mijn 20ste haalde ik al mijn eerste trainingsdiploma's. Hoe is die carrière toen verder gegaan? Hele lange weg, want jij bent geen oud voetballer, dus je moet als trainer je wagen maken in het amateurwereld. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb daar langs altijd gewerkt met jongens met meervoudige gedragsproblemen. Dat heb ik 16 jaar gedaan, in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Ja, dat is gewoon heel goed. Dan leer je met name omgaan met mensen. Je leert omgaan met mensen beïnvloeden. Coach is ook mensen beïnvloeden. Ja, en dan op een gegeven moment ben je succesvol in het amateurvoetbal. Redelijk wat mooie resultaten gehaald. En dan krijg je eindelijk in eind jaren 90 de kans om bij FC Den Bosch aan de slag te gaan. Toen heb je ook die baan opgezegd? Ja, toen heb ik mijn baan overdag opgezet. Zeer tegen het zere benen van mijn ouders. Want ze zeiden, ja jongen, je hebt zo'n mooie baan. Hè. Ik was leidinggevende op een internaat, op een school, interne school. Het was een fantastische job en in de avonduren had ik een mooi betaalde baan als amateurtrainer op het hoogste niveau. Maar ja, vanaf 80 ben ik bezig geweest met mijn ambitie en ik wilde kost wat kost mijn droom aanmaken en ik had zoiets van, nou, ik ga het proberen. Wat me nou ineens er binnen schiet, ik kijk je nu zo aan, hè? We zijn op jouw kasteel zeg ik maar even en we zien jou als een beetje harde man vaak. Maar dan zie ik je zo praten, ik zie de zachte kant van William Vloed. Maar ik denk dat het helemaal geen zacht werk is. Ik denk dat het ontzettend hard werk is. Ik denk als je daarin staat... Ja, maar meer de ontroering die het bij jou teweeg brengt misschien wel. Nee. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ik ook wel een emotioneel man ben. Ik denk niet dat ik een hele harde man altijd ben. Ik denk dat mensen misschien mij zo zien. Maar ik denk dat ik privé, in omgang met mensen en mijn kinderen en het gezin, dat ik niet zo heel hard ben. Nee, gewoon een zachte man, een lieve man. Hele lieve man. Ja, je moet er zelf om lachen. Ja. Is het raar om over jezelf te zeggen? Nee, maar ja, kijk, het is in het voetbalwereld praat je niet zo heel vaak over het privé gebeuren. Dan ben je vaak gericht op voetballen. Maar ik denk dat mijn kinderen mij het beste kennen en niet zullen zeggen dat ik een harde man ben. Ja, halen wij media dan het slechtste in jou naar boven soms? Nee, maar kijk, wat het nadeel is in de media is dat je als trainer in Nederland je eigen bijna altijd moet verdedigen. Je krijgt vragen en je moet verdedigen. Omdat mensen iets zien, mensen interpreteren het, iedereen heeft er een mening over. Het is, en dat is niet verkeerd, dat hoort natuurlijk bij de pers. Maar daardoor moet je altijd antwoord geven op vragen waarvan je denkt van ja, moet ik weer verdedigen? Moet ik weer gaan verklaren waarom ik iemand gepasseerd heb? Moet ik weer gaan verklaren voor een wissel? Visieverhalen over hoe je wil werken en de diepgang erin, ja, dat komt me vaak niet aan bod. Nou ja, dat is onderdeel van het vak. En dan moet je mee omgaan. Aan de ene kant dat veel beter. Ik moet zeggen, ik heb het absoluut moeten leren. Ik ben nog steeds niet perfect erin. Maar ik heb er wel veel minder last van dan in het begin van mijn carrière. Ja, want je hebt wel last gehad als Johan Derksen dingen over je riep misschien wel, of niet?
Ja, maar jou kijk, als schoolmeester wegzetten. Ja, nou ja, Johan die blijft roepen over mij. Terwijl Johan heeft nog nooit, denk ik, buiten die twee uitzendingen waar ik ben geweest en een prima discussies heb gehad met hem, waarbij hij het toen af moest leggen, heeft hij nooit meer met mij gesproken. Dat is een mooie bijzin, hè, waarin Derksen ja, het moest afleggen. Ik hoorde Wilfried nog zeggen van, nou Johan, hier word je stil van. En, nou ja. Zo zal hij over Louis van Gaal blijven praten, zo zal hij over mij blijven praten. En het ja, stoort me echt niet meer. Maar het heeft je wel gestoord ooit? Ja, natuurlijk. In het begin moet je ermee leren omgaan. Je moet leren omgaan dat mensen over je praten en dat mensen meningen hebben die je niet kennen. Het raakt je kinderen, het raakt je omgeving. Mensen raken bevooroordeeld, mensen die mij niet kennen. Iedereen die mij ziet in een omgeving die misschien wat minder in openbaar komt, zeggen: hé, je bent best een aardige man. Ik zeg, ja, maar waarom zou ik dat niet zijn? Ja, we dachten altijd... En dan komen ze met het verhaal van mee, Johan Derksen. Het valt mee. Ja, dan komen ze een verhaal van Johan Derksen, wat hij zegt over mij. Nou ja, zo is het. Die kinderen van jou, hè? Die zoon kan goed voetballen. Speelde met Oranje onder 19 op een EK. Je dochter gaat, is kort geleden bekend geworden, hockeyer bij Hockeyclub Rotterdam. Hebben die het talent van hun vader? Of ook die sportdrive van hun vader? Ja, ja, ja. Kijk, het talent. Ik vind dat mijn zoon beter kan voetballen dan dat ik ooit heb kunnen. En mijn dochter kan veel beter hockeyen dan ik. Want ik ben geen hockeyer geweest. En ik heb nog een jongetje die kan heel aardig tennissen en dansen. Ik denk niet dat het een kwestie is van alleen talent meekrijgen. Maar ik denk wel dat ze in een omgeving op zijn gegroeid waar het topsoort heel erg centraal heeft gestaan. Dus in een omgeving waarbij je elke dag merkt dat je het maximaal uit je eigen kwaliteiten moet halen. En elke dag moet het beter. En ik denk dat dat iets is wat ze alle drie mee hebben gekregen. Een stukje liefde. Je hebt natuurlijk gezien aan mij van hoe mooi sport is. Een stukje liefde voor de sport. Ja, ik denk met name die topsportomgeving. Dat ze dat heeft gevormd. Hoop je erg dat ze slagen allebei? Of alle drie misschien wel, ja? Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb gezien wat sport mij brengt. En ik denk dat ze dat hun vormt. Mijn dochter is natuurlijk hockey, is niet een fulltime job. Hè? Die gaat erbij studeren. Maar ja, mijn zoon in het betaald voetbal. Als je met het Nederlands elftal onder 19 speelt, ja, dan moet je die laatste stap kunnen maken. Om gewoon een jaar of 12, 13 in het betaald voetbal te spelen. Nou, dat zou ontzettend leuk zijn als je dat zou realiseren. Want ik denk dat ze het moeilijker hebben gehad dan ik. Mijn zoon is denk ik vaak geconfronteerd van, ja goed voetbal. Maar dan komt natuurlijk dat je bij PSV en bij je vader in een voetballerij zit. Of dat ze toch de negatieve klank hebben gekregen van, jouw vader dit en jouw vader dat. Nou, ondanks alles heeft hij zijn eigen weg geknokt naar boven toe. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ja. En je zei net over jezelf trouwens van ik ben trots op wat ik bereikt heb. Hè? Ja. Wat heb je dan naast de functie die je bekleedt bereikt voor jezelf? Nou, kijk, het gaat er niet over in waardes, maar op een gegeven moment heb je als kind een droom. En dat was voetballer worden. Dat heb ik niet gerealiseerd, maar al heel snel. Ik denk dat ik op Seals kwam en toen besefte van ik wil betaald voetbal in als trainer. En dat wordt dan een droom. En ik vind als je in je leven dat kunt bereiken. Om iets waar je weg hebt gezet van ik wil in betaald voetbal werken. En je kunt dat realiseren, ja, dan moet je eigenlijk heel tevreden zijn als mens. En dat ben ik, want ik heb het gerealiseerd op eigen kracht. Ik heb er heel hard voor moeten werken. En uiteindelijk was ik het. En dan heb je het mee mogen maken waar je graag droomde. Iets te weinig van genoten, maar als je in je leven kunt bereiken wat je graag wil, ja, dat is ontzettend leuk. Zijn die ouders er nog trouwens van jou? Nee, beide zijn overleden. Oké, zouden ze trots zijn geweest als ze wisten hoe zo'n de hoogste baas bij Sparta is? Nou ja, niet alleen de hoogste baas bij Sparta. Mijn moeder heeft helaas niet meegemaakt dat ik in betaald voetbal werkte. Die was heel jong, is overleden. 63 vind ik ontzettend jong. Ja, maar mijn moeder was mijn trouwste fan. Toen ik ging voetballen stond ze er altijd bij, uit en thuis. Amateurwereld was ze er ook altijd bij. Ja, is fantastisch. Het is echt een ontzettend gemis dat zij dit niet mee heeft gemaakt. Mijn vader die heeft meegemaakt tot ik hier trainer was bij Sparta. Toen is mijn vader tussen het eerste en tweede jaar overleden. Dus die heeft betaald voetbal meegemaakt. Ja, die vond het fantastisch. Die was stil. Die zei niet veel, mijn vader. Mijn moeder was dominant. Aanwezig. Dus je lijkt op je moeder? Ik lijk op mijn moeder. Mijn moeder die, ja, uiterlijk lijkt ik op mijn vader, maar qua gedrag. Mijn moeder zou hier rond hebben gelopen van ik ben de moeder van William. Ja. Zou iedereen hebben geweten, iedereen zou haar kennen. Mijn vader stond rustig achteraf te kijken. Maar die zou beide zijn, mijn vader en mijn moeder zou ontzettend trots zijn op wat ik heb bereikt. Dankjewel. Graag gedaan.